allemaal, welkom bij de video over les 1. In deze les leg ik je uit hoe je rekent met de rekenmachine. Jaap wil 26 kilogram afvallen. Hier wil hij 8 maanden over doen. Hoeveel kilogram moet hij per maand afvallen om dit doel te halen? Je pakt je rekenmachine en je vult in 26 delen door 8. Je krijgt dan 3/25. Karel koopt 17 schroeven van 15 cent. Hoeveel moet hij betalen? Je pakt je rekenmachine. Je vult in 17 keer 15 cent. En vergeet die punt niet. Is 2,55 euro. Of ook wel 2,55 euro. En dat vul je in. Ayla wil voor een heel jaar kaarten kopen. Ze heeft nog enveloppen thuis en hoeft dus alleen maar 25 kleine kaarten te kopen en 50 postzegels. Bij het kopen van meer dan 10 kaarten en postzegels krijg je de helft korting. Heeft Ayla dan genoeg aan 10 euro? Nou, dan gaan we eerst opschrijven wat we moeten gaan uitrekenen. 25 kleine kaarten moet ze kopen. En die zijn 1,09 euro. Dus we doen 25 keer 1,09 euro. Dat gaan we uitrekenen. Ook moeten we uitrekenen 50 postzegels. En die postzegels zijn 11 cent per stuk. 50 keer 11 cent. Bij het kopen van meer dan 10 kaarten, dat heeft ze, en postzegels, heeft ze ook, krijg je de helft korting. Zometeen gaan we deze uitrekenen en de helft ervan gaat er dus nog vanaf. We pakken de rekenmachine en we vullen in 25 keer 1,09 euro. Dat is 27,25 euro. €0,50 keer 11 cent. En dat is €5,50. Deze tellen we bij elkaar op. Zo, dat gaan we doen. €27,25 plus €5,50 is €32,75. €32,75. Maar ze krijgt nog 50% korting, dus de helft gaat eraf. Delen we door 2. En dat is €16. Dit ronden we af op 38 cent. Dat vullen we in. 32,75 cent. Delen door 2. Dat is €16,38. Bij deze laatste 4 doelen zet je de sommen in je rekenmachine. Dit was de instructie bij les 1. Tot de volgende keer. Doei doei!